de avocado-show samen gestart. Met twee vrienden uit de hand gelopen grap. Mm-hmm. Een restaurant met alleen maar avocado's. Maar ja, dat heb ik op een gegeven moment verkocht omdat het gewoon geen grap meer was. Dat ging een franchise worden. We hadden een gigantische investering binnengehaald. Op een gegeven moment moest je ook wel een beetje kiezen. En toen dacht ik, ja, wat zijn we nou allemaal aan het doen?